aardig. Het grote voordeel is dat daardoor de lucht schoon is. We staan op spuugafstand van Neptunus akker, Neptuni olkar. Akkers betekent dat eigenlijk. Ik test nu gelijk de wind, hoeveel dat stoort. De camera heeft er de hele nacht over gedaan, of eigenlijk mijn computer, om op te slaan wat ik had gefilmd. En dat ligt aan de instellingen. Ik heb hem nou gewoon op mp4 staan. Eens kijken of dat uitmaakt. Het waait behoorlijk. Dus ben benieuwd of we dat gaan horen. Klaar voor het ontbijt? Naar bedrijf, heen rijden. Dan gaan we even naar de plek. Kijk dat kopje dan. Waar we heen willen. We gaan bij de vuurtoren. Vuur heet dat. F Griekse IR. Gaan we ontbijten. Kijken of er plek is daar. Nou, let's go. De ruitenwissers zijn niet meer nodig. Nou, lekker nachtje gehad. Behalve dan dat ik de halve nacht op ben gebleven voor de filmpjes. Want elke keer als mijn computer uitging, stopte die met het verplaatsen. Uiteindelijk hebben we mijn camera zo ingesteld dat hij nooit in de slaapstand gaat. Wat natuurlijk ook niet gezond is. De computer, ja, zei ik. Camera. Ja, ik heb al een halve nacht geslapen. Ik weet niet of dit het is, Ålands Norra Udde. Ik denk het wel. Zal ik haar nog even aanzetten? Als hier vuur staat, dan moeten we hier zijn. Het was 8 minuten rijden, dus ik denk niet dat dit het is. Kilometer. Nou, tegen de tijd dat we er zijn, heeft hij die route wel gevonden, denk ik. Oké. Maar dan zou het toch aangegeven moeten worden? Oh, hadden we ook vannacht nog kunnen staan. Steltplatz. Zie je? Het is hier inderdaad. Daar zie ik picknickbankjes, dus je kan hier het terrein op. Je kan daar ook het terrein op waarschijnlijk. Hier, kijk. Maar dit is niet het vuur. Dit is niet de vuurtoren. Ik zie geen vuurtoren. Ik wacht even op mijn gekke ding. We zitten hier en hier is de vuurtoren. Maar hier staat geen wind, dus hier gaan we even lekker eten. Er staan ook picknicktafels, dus dit is prima. Welkom in het Sveaskog. Nou, dat vind je overal en ergens, Sveaskog. Volgens mij zitten we nou een beetje hier. Hier of hier. Ik denk hier eigenlijk. En hier staat de vuurtoren. Het zijn zandstrandjes. We staan vlak naast een betaalde camperplaats. Met een hek eromheen. Nou, hier mag je naar het bos in. Daarom zie je dat die afrastering en dat trapje eroverheen. Daarom zie je dat trapje over de afrastering. En hier is ook de boel afgezet, zie ik. Kijken hoe ver ik kom door de brandnetels heen. Ik denk dat hier schapen lopen. Daar staat de vuurtoren. Het is wel mooi hier.
onderweg naar Ørlands Norra Udde. Naar Lange Erik. Het is echt wel heel erg Noors. Die Noordic, kan ik maar noemen. Die trappetjes over die hekwerken heen. Daar waar het allemansrecht geldt, mag je overal komen. Waar moeten we heen? Rechtsaf. Gaan we straks weer rechts naar Ørlands Norra Udde. Ze geven raar genoeg de vuurtoren niet aan. We vinden heel wat stelplaatsen, oftewel camperplaatsen die niet bij de campercontact bekend zijn. Tot nu toe waren het afgeraste stukjes parkeerplaatsen en dergelijke waar je aardig wat voor betaalt. We gaan hier straks naar rechts bij Ørlands Norra Udde. Maar hier bijvoorbeeld zou je ook al mogen staan. Ja, dat kan ik wel zien. Ja, er zijn plekken zat waar je volgens het allemansrecht ook op Ørland gewoon mag staan. Je mag langs de weg parkeren als je het verkeer niet hindert. Dat staat in de regels. Dus je zal er nooit voor beboet worden. En het geldt eigenlijk overal. Als je twijfelt en je ziet een huisje of je ziet iemand waarvan je denkt die woont hier, vraag het even. Nou, dan gaan we naar Lange Erik. We zitten nu over de helft van augustus. Dus in Zweden zeker al na seizoen. Ik denk als je hier in het hoogseizoen bent dat het echt knokken wordt op plekjes. Dat het ook niet leuk is. Dus kom je zeg maar de tweede helft van augustus of in het voorseizoen, dan is het volgens mij een heel stuk aangenamer qua drukte en rust. Ja, het weer blijft altijd een gokje natuurlijk in het noorden. Hoewel het rond Pasen meestal heel mooi is. Maar ja, die hebben ze ook Pasen dus. En wij kennen zat mensen die even naar Ørland gaan. Hier wordt ook gesurfd en gezwommen. En, het is wel een mooi strand, zeg. Hey. Wauw. Zie je dat? Echt gaaf. Nou, dan komen we echt op het allernoordelijkste puntje van Ørland terecht. Bij het eerste pareltje in de gids waar ik de vorige keer over heb gesproken. De 102 pareltjes. Het eerste pareltje is dus de Lange Erik uit 1844. Hij is gebouwd in 2 jaar tijd, 1844-1845. Maar vanaf 1600 hebben er altijd vuurtorens gestaan op dit plekje. Kijk aan, hier mogen we staan. En hier mag je dus ook gewoon slapen. Het is ook een prima plekje geweest. Perfect man. Kijk, kijk. Dan kom je op een... Dit is voor gewone auto's. Dan kom je bij Lange Erik. Dus even voor deze rotonde mogen wij staan. Nou, je hebt hier een mooie schaduwplaats. Als je schaduw wil hebben. Thank you.
Oké. We zijn op weg naar Trollskogen. Dat ligt daar bij het sterretje. Ongeveer 100 meter. Sla rechtsaf. Vuurtoren lag op die andere punt. Sla rechtsaf. Ja, want anders komen we bij die camperplaats terecht. Dus bij Nabbel Udden. Daar rechtdoor heb je een camperplaats waar je voor moet betalen. Nou hebben wij al genoeg plekken gezien waar je gewoon gratis kan staan. Dus waarom zou je? Tenzij je geen toilet hebt. Dan kan je lekker op een parkeerplaats met een hekje eromheen gaan staan. Dan heb je een toilet. Nou, dit is het tweede pareltje. Trollskogen. Er staat de oudste eik van Öland in ieder geval. Trolleken. En er ligt een schipwrak op het strand. Dat is ergens in 1900 aangespoeld, begin 1900. En dat gaan we ook proberen te vinden. We gaan hier eens lekker wandelen. En dat is de dockparkering. Dus je mag hier alleen maar overdag staan. Links dan. Je bent gearriveerd. Dat is mooi. Heerlijke rust hier, joh. Kijk eens naar een mooi strand. Meter, dan zijn we bij het wrak. Het is natuurlijk het meest noordelijke stuk van Öland, dus hier spoelt wat een tandra met storm. De rode route is 4,5 kilometer. Die lopen we nu. De gele route is de helft kleiner, korter. Maar je kan halverwege van de een op de andere hoppen. De oudste eik op Öland.
We zijn in Trollenbos. Maar je loopt steeds langs dit soort ingezakte kuilen. En dat zijn grafrozen. Daar zijn dus mensen in de steentijd begraven. En daar barst het hiervan. Heel mooi. Volgens een legende is, ik zal het laten zien in het Engels, is hier de laatste rustplaats van een oud schip. En in 1400 hebben de Zweden dat gebruikt hier tijdens de oorlog met Denemarken om voorraden in op te slaan en als een trefplaats met elkaar. Dus hier moet een schip hebben gelegen volgens de legende. Nou, we gaan weer terug. We zijn op de terugweg. Maar Trolleskogen is een leuke plek. Leuk wandelen. Je moet een beetje uitkijken waar je loopt. Soms losse stenen. Kinderwagentje gaat dus niet, rollator ook niet. Ja, voor een deel wel, maar niet helemaal tot het einde. Niet rolstoelvriendelijk hier. Nee, geen rolstoelvriendelijkheid hier. Kijk, dit valt nog mee, maar we hebben andere ondergrond gehad ook. Handheld op dit moment, dus ik ben benieuwd wat de stabilisatie doet. Ik loop, elke stap is een ander niveau. We lopen nu naar beneden. Over veel wortels heen. Stenen. Dit is een grote testreis voor deze Sony camera. Dit is het hele Trollenbos. En we hebben hier geparkeerd. Daar mag je niet overnachten. Toen zijn we zo gelopen. En zo terug. Hier is het wrak. Hier heb je het Trollenbos. Hier heb je allemaal steenrozen. Dus grafvelden. En dit is best ook heel mooi zo. Het enige jammer was dat het natuarium dicht was vandaag. Ze hebben wel heel duidelijk openingstijden staan. Kennelijk zijn dit een paar vrije dagen voor ze. Helaas. Dat hebben we verkeerd uitgemikt dus. Maar er lagen foldertjes buiten. Bij de ingang van de route. Dus dat is wel fijn. In drie talen. Dus dat is netjes. We hebben het wel eens anders meegemaakt. Nou gaan we terug naar de plek waar we geslapen hebben, bij Neptuni Okra, dus de akkers van Neptunus. Hopelijk is het nog vrij, dus tot zo. Nou, ons plekje is helemaal leeg, dus we staan er opnieuw. Het is laat in de middag en we zijn toch wel uitgelopen. Proost. Weer een dag. Ja.
wayfaring stranger, traveling through this world of war. There is no sickness, toil nor danger in that bright. I'm going there to see my mother. I'm going there no more to roam. I'm just